even de kast aan het uitzoeken qua materiaal. Welke eiken kleur ik wil. Even lekker, ik heb net de afspraak gehad voor het staal. Dus wat ik allemaal in mijn huis wil met staal. Waar is die dan? Oh, die tafel. Wauw. Oh, kijk nou, hij is zo prachtig. Het is zo mooi. Dit is Het was hartstikke leuk. Ik heb leuk bijgekletst met Annemiek en Manon Kool zat naast me. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Daan is er ook. We hebben vandaag een paar afspraken. Superleuk, helemaal zin in. Als allereerst komt er iemand om spiegels op te meten, om spiegels op maat te laten maken. Vervolgens heb ik een afspraak met iemand van een staalbedrijf voor traphekjes. Hele mooie traphekjes. En om 12 uur komen de salontafel, eettafel en de spiegel die ik heb laten maken voor hier in de hal. En dan om 1 uur moet ik even naar de nagels en dan ga ik daarna weer naar de zaak. Dus we hebben een drukke dag voor de boeg. Morning in onze prachtige keuken. Wauw. Love this. Nou, ze zijn bezig nu met het balkon hierboven. Die had de Dura Vermeer echt niet mee opgeleverd, dus dat zijn ze nu helemaal aan het veranderen. En Dani zit het ding uit de schuur pakken. Ik word hier wel vrolijk van. Ik heb dus zometeen een afspraak om daar spiegels te laten plaatsen en op te meten. Vanmiddag komt de eettafel, oh my god, de salontafel, maar dat gaan we nog even helemaal inpakken, want het plafond moet nog 1 keer geverfd worden. En dan zijn we er, want de vloer ligt er natuurlijk ook al. Dan komen de plinten nog. Ja, dank je. Er komen de plinten nog in de benedenverdieping. Dit is van de schilder. En ja, hier komt dus vanmiddag om 12 uur een spiegel ook, maar die wordt nog niet opgehangen hoor. Dat ga ik denk ik nog niet doen. Wow. Superleuk, maar ja, de meubels komen al en waarvan nog 1 keertje, dus de meubels worden ingepakt, de keuken wordt ingepakt en dan gaat de schilder nog 1 keer het plafond doen. Die zijn opgemeten, dus dan gaan we naar boven toe. En dan even voor de slaapkamer, spiegels. Hier hebben we ook weer het koele licht. Vet, hè? En dan hebben we ook weer de tv zo zwevend, zeg maar. En dan komt het bed voor die muur. En dan willen dus juist aan de zijkant de spiegels, waardoor het ook weer ruimer wordt. En dat dat licht dan ook weer op die spiegels komt. Ja, dus je wil de spiegels dan langs zetten waar je zo contact weer zit. Gewoon echt heel dit muurtje. Ja, gewoon helemaal deze. En helemaal die. Zal ik hem dan iets dieper zetten? Ja, denk ik wel. Ja, dat je hem niet ziet, dat is stof. Als ik hem zo zet. Ja. Ik hoop dat er toch een spiegel op, dus dat maakt het er niet uit. Kijk, want anders zie je hier die rand. Ja. Dus ik denk dat ik hem door laat lopen. Ja, een beetje dat je maar inschuift als het ware. Ja. Ja, top. Ja, top. Dan laten we ook hier in Daniel zijn kast, zeg maar, een spiegel maken. Oh, die wordt heel groot, dus die wordt vanaf die muur tot helemaal die muur. En helemaal van boven naar beneden. Ze zijn nu ook het balkon aan het vervangen. Want ook het balkon hadden ze niet mooi afgeleverd. En dat wordt dus nu helemaal veranderd. Want ze hadden gewoon met bitumen gedaan. Dat vonden wij niet mooi. Dus dat zijn ze nu helemaal aan het doen. Deze had het al niet geschilderd. Hier komen toch allemaal kasten. Dus daar, daar komt een hele grote spiegel. En ik ben nu ook even de kast aan het uitzoeken qua materiaal. Welke eiken kleur ik wil. En ik ben voor die gegaan. Die matcht het meest bij onze vloer. Dus mijn kasten komen zo. En dan ga ik even kijken of ik hier ook een spiegel wil. Ik denk het misschien wel. Daar moet ik nog even naar kijken. Maar ook dat ben ik dus aan het doen vandaag. En dan komt er zo meteen iemand van een staalbedrijf en daar ga ik mee trappetjes laten maken, maar ook andere dingen en daar neem ik jullie ook mee en ga ik jullie ook laten zien wat ik bedoel. Ik word zo blij van deze kleur ook. Wauw, prachtig.
zijn nu dit aan het opmeten. We hebben nu de volgende afspraak met DAP Services. We gaan dus nu echt iets te geks doen. Ik ga het jullie zo laten zien. We gaan traphekjes laten maken met glas. Echt bizar mooi. Ook gaan we hier een stalen deur voor laten maken. En ja, ik neem je ook weer helemaal mee in dit proces. Ik zou het eens laten zien. Ik heb nog nooit zo... Nou, trouwens, ik ga het niet laten zien. Ik ga het pas laten zien als we het hier hebben. Dat is nog veel leuker. Want ik denk dat iedereen een mooi traphekje wil. In plaats van al die lelijke dingen. Dus hou jullie op de hoogte. Nou jongens, we laten dus mooie traphekjes plaatsen. En niet hier beneden, maar boven. In de muur, in de kleur van de muur. Dat is heel mooi. We hebben deze kleur gevonden, die is echt perfect. En dan worden de trapleuningen ook gepoederkoot in deze kleur. We krijgen dan aan elke trap, zeg maar, krijg je hier een traphekje. Helemaal op maat tot in de hoogte. En die daarboven ook. Zodat Bel niet zomaar zelf de trap af kan. En ja, die traphekjes worden zo mooi. Ik zou ze even als voorbeeldje laten zien. En dan denken jullie, dat wil ik ook. Want ik vind traphekjes normaal nooit mooi, maar dit wel. Toch gaan wij ook voor een stalen deur. Dus deze gaat eruit. We krijgen een hele mooie aparte deur. Ik ga nog niet vertellen hoe en wat. Maar ik heb daar ook net de kleur voor uitgekozen. En dat is wel... echt iets wat heel erg mooi dicht bij deze wand komt. Alleen dan met een heel klein beetje een glimmertje. Dat vind ik dan wel weer leuk. Zie je, het is eigenlijk bijna precies dezelfde kleur. Maar dan zit er een beetje een glimmertje in. En dan krijg je hier dus een hele mooie stalen deur. Ik hou jullie natuurlijk allemaal op de hoogte van alles. Maar ik laat jullie zo meteen wel even een sneak peek zien van wat voor traphekjes wij krijgen. Zo, ik zit eventjes en ben even helemaal relaxed. Ik had dus net iets. Ik had met mijn nagels, die heb ik gisteren gelakt. Ik heb alle gel lak, maar hij was best wel uitgegroeid. Dus ik denk, ik gooi er even een lakje overheen. Ik ging dus net over de keuken per ongeluk. Ik zat in de keuken, in mijn keukenkast, ineens bordeauxrode nagellak op mijn keukenkast. En ik kreeg het er niet af. Dus ik dacht, is dit nou? Maar ja, goed. Dusty, dat speciale spulletje Dusty, daar heb ik dus mee afgekregen. Thank God dat Remco hier was van de spiegels. Die zei, ik heb dat in mijn auto, ik ga je helpen. Dus het is weer af. Dat is waar ik even mee zat deze ochtend. Dat ik had gewoon een streep op mijn keukenkastjes. En het kan dus overal tegen en alles. Alleen dus niet tegen rare nagellak. Wat ik begrijp. Maar goed, daar moet ik dus mee oppassen. Het gaat er sowieso van af. Ik kan het schoonmaken, maar ik was helemaal in stress. Dus uiteindelijk is niks aan de hand. Ik zit nu even lekker. Ik heb net de afspraak gehad voor het staal. Dus wat ik allemaal in mijn huis wil met staal. Superleuk bedrijf. En daar had ik net een afspraak mee. En die maken hele mooie traphekjes. En ik wil, omdat Bel boven slaapt, echt goede traphekjes. En toen zei ik toch tegen Daan laatst van ja, het is allemaal zo lelijk. Hè? Eerlijk, het is niet mooi in een huis van die traphekjes. En toen had ik dus contact met haar en zij stuurde me een traphekje en ik dacht, ja, wauw, dit wil ik. Eens kijken hoor. Traphekjes met staal en met glas en kan helemaal op maat worden gemaakt. Dus die van ons worden nog hoger dan deze zijn. Met glas in de kleur van mijn trap. Ja, dat wil toch iedereen? Dus ik ga jullie daar heel erg goed van op de hoogte houden. Hoe de deur wordt, laat ik nog even als verrassing. Want ik krijg niet zomaar een normale stalen deur. En ook niet wat je veel ziet, gewoon in het zwart of gewoon met strepen. Wat overigens heel mooi is hoor. Maar ik krijg een speciale vorm. Dus dat hou ik nog even als verrassing. En ik ben nu eigenlijk aan het wachten tot de jongens met de meubels komen. Zo spannend, zo leuk. En dan kunnen die hier neergezet worden. Moet er vervolgens wel ingepakt worden, net als de keuken. Moet ook weer even ingepakt worden, want het plafond moet nog één keer worden geschilderd. Dat is dus onze tegenslag geweest. Ik had het in de vorige vlog al even kort benoemd. Maar gipsplaten zijn onder het stukwerk gaan hangen. En daardoor kregen wij een bolling in ons stukwerk. Daar kon het stuk er overigens niks aan doen hoor. Maar moest wel opnieuw. Toen heeft Daan het gefixt, dat plafond eronder. En is het helemaal opnieuw gestuukt. Maar we waren natuurlijk eigenlijk helemaal zo goed als klaar. Ik bedoel, de vloer ligt erin. Maar nu dan even stuukloop. En dit wordt dit weekend geschilderd, als ik het goed heb. Of na het weekend. En dan, als dat... Ja, daar hoeven we niet op te wachten dat het droog is. Want er komt toch niemand bij. Dus we kunnen gewoon lekker verhuizen.
En daar komt toch niemand aan, aan het plafond. Dus dat is echt nog het enige. En dan moeten de plinten komen hier ook beneden, in de benedenverdieping. Want boven zijn ze al helemaal klaar. Ook op kleur van elke kamer. Super mooi. En ja, dat eigenlijk. Toen dacht ik, geef jullie even rustig een update. In plaats dat ik zo geheig aan het praten ben. Kortademig en snel. Ja, dus ik hoop dat ze snel komen. Maar als ik hier zo zit, ja, vrolijker maak je me niet. Zit ik op mijn jas en dan denk ik, ja, ik blijf hier gewoon de hele tijd zo lekker zitten. Kom maar door. Ik hoop wel dat de meubels zo komen, aangezien ik om 1 uur naar de nagels moet. Ik laat meteen alles eraf halen en ik doe gewoon helemaal mooi met een wit lijntje. Maar gewoon French manicure. Maar ik ben heel erg blij. En ja, die traphekjes. Ik was gewoon echt helemaal in shock dat er zoiets bestond. En ik denk echt dat het heel mooi gaat worden. Dus ja, voor als jullie met een huis bezig zijn of wat dan ook. Ik komt allemaal nog informatie over bij wie ik het allemaal laat doen. Bij dat bedrijf die er dus net was. Maar ik zou gewoon kijken hoe het bij ons wordt. En dan gaan we het zien. Leuk. Oké, nou ik film zo weer verder. En dan komen de meubels. De tafel, salontafel en een spiegel die ik heb laten maken voor in de hal komt dan. Jongens, de spiegel is er. Oh mijn god. In dezelfde vorm als de tafel. Ja, ik hou hem even open. We zijn naar binnen tillen. De tafel staat gewoon al. Oh mijn god. Zo. Waar is die dan? Oh, die tafel. Wauw. Oh, kijk nou, hij is zo prachtig. Het is zo mooi. Kijk die vorm. Daar is de salontafel, die lijkt nu nog heel klein. Maar die is helemaal niet te klein, want er komt hier nog een bank en nog poeven. Dus die is echt ook top. En ze hebben nog een kleinigheidje voor me. Dus ik ben benieuwd. Wat leuk. Ik ben heel benieuwd. Voor de nu deze van het zelf voor hem. Echt? Dat is de praat. Zo. Oh, nee. Van hier. Ja. 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 Die onderkant ook, die poot. Te gek. Vergeet van helemaal de deur dicht te doen. Nou jongens, hij staat er. Het is zo'n mooie vorm. Jullie zien nu eindelijk waar ik voor gekozen heb. Dat is dus rond en recht. En dan weer rond en recht. Met een heel mooi onderkant. Het is zo mooi gemaakt door de jongens. Ik zou even hun Insta hier inzetten in dit beeld. We hebben dus alle meubels erin laten maken. En dit is gewoon zo mooi. Hier ligt dus ook een spiegel. In die vorm. En die is dus voor in de hal. En een salontafel. Die is ook zo leuk. Hij is echt enig. En die is in een soort van druppel. Dat vond ik dan ook weer heel erg mooi. En hier komt die spiegel. Dus we moeten hem nog even ophangen. En ja, die tafel is zo cool. En ik zei net al, hij lijkt gewoon klein, maar hij is echt 2,70 meter. Maar er moeten natuurlijk gewoon nog stoelen omheen, omdat het zo leeg is hier. En daardoor lijkt hij misschien klein, maar hij is zo prachtig, allemachtig, wauw. Love it. Het is ook echt, ik had net even de kleur vergeleken, want de vloer nu is ingepakt. Had ik hem even hierbij gelegd en het is gewoon echt perfect, super mooi. Want deze panelen voor op de wand heb ik van ze gekregen. En ik dacht, ik leg het heel even bij de vloer om te kijken of het dezelfde kleur is. En dat is het dus. Dus ja, het kan ook eigenlijk niet anders. Want ik heb gewoon met alles wat ik heb uitgezocht altijd staaltjes meegenomen. Altijd gewoon heel mijn best gedaan. Dus deze is nog voor in de keuken. Daarboven moeten ze die nog doen. En dan zijn ze bijna klaar. Dus dan moet die spiegel eigenlijk even op die tafel gelegd worden. En dan nog 1 keer dit schilderen. En dan kunnen we lekker al het stuklood en zo weghalen. Schoon gaan maken, plinten erop en gaan inrichten. Nou, het is alweer 3:30, bijna 4 uur.
Ik ga even een broodje halen ergens. En ik heb een leuke dag gehad. Hectische, maar vooral echt een hele leuke dag. Ik ben ook nog even naar de nagels geweest tussendoor. Toen die jongens hier bezig waren. Dus dat heb ik ook weer lekker gehad. Want ik was helemaal panisch over die nagels met nagellak. Dus dat maakt ook niet meer uit. Daan kan na het weekend, als hij alle spullen hierheen heeft gebracht, lekker de tv's erin hangen. Deze deur gaat dus nog weg. Er komt een stalen deur. En het wordt echt een mooi paleisje. Ons paleisje. En ik ben echt heel erg happy. Dus wat ik zeg, ik kan niet wachten tot ik kan gaan aankleden gewoon. Kan gaan inrichten. En het leuk, gezellig kan gaan maken. We gaan niet alles crème doen. We hebben dus heel veel met hout. En ook wel met crème, maar ook, we krijgen gewoon een donkerbruine bank. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik kan niet wachten om jullie allemaal te laten zien. Maar jullie hebben nu alweer heel veel nieuw gezien. Dus het is alweer een leuke vlog. En ik kan niet wachten dat die tafel lekker uitgepakt is. Dat ik hem echt mooi en goed kan vloggen voor jullie. En dat de bank hier staat met die poeven. Dat deze ook mooi tot z'n recht komt. Dus I'm helemaal happy. Naar de winkel, spulletjes pakken. En dan nog even werken in de winkel. En dan weer naar Bel toe. Naar mijn schoonmoeder. En dan is de dag alweer bijna voorbij. Oh, een hele goede morgen, jongens. Ik heb zo meteen een heel leuk evenement in Amsterdam bij... Of een mooie lunch, kan je het noemen. In Amsterdam bij mijn managementbureau. Echt superleuk, ik ga erheen met Anne en Monique. Maar nu eerst eventjes naar Marie nog een tasje ophalen. De laatste beelden die jullie hebben gezien is dat de meubels geleverd werden. Echt super cool. Ondertussen is het vandaag is het beneden af. Is het plafond opnieuw geschilderd. En kunnen we dus vanaf vanavond, vanmiddag, beginnen met beneden en het inrichten daarvan. Moeten er nog wel de plinten komen en die moeten ook nog geschilderd worden. Maar ja, dat is dan maar zo. We gaan er denk ik nu deze week in. Het is nu dinsdag. Wij slapen bij Daniel zijn ouders. Ze zijn afgelopen weekend uit het huis in Zandvoort gegaan. Een beetje onverwachts, omdat iedereen toen Daan kon helpen met verhuizen, heeft hij meteen in één dag alles gedaan. Van de opslag tot spullen in de winkel, tot ons huisje in Zandvoort en nog wat bij mijn ouders thuis stond. Toen zijn we dus bij Daanse ouders gaan slapen, omdat die dicht bij ons nieuwe huis wonen. Zodat we snel kunnen schakelen als we erheen moeten. En Bel slaapt daar ook goed. Dus uiteindelijk wonen we nu bij Daniels ouders 4 dagen. En ik denk dat we nog 2-3 dagen hier zijn. Heel gek. En dan gaan we gewoon naar het huis toe. Ik neem jullie vandaag mee naar mijn gezellige lunch. En dan denk ik vanmiddag weer naar een heel leuk beeld van het huis. Hoe het er nu uitziet. En dat eigenlijk. Daan heeft heel veel gedaan. Badkamer schoongemaakt. Bed opgemaakt. Slaapkamer schoongemaakt. Bed in elkaar gezet. TV's opgehangen. Dus er is weer heel veel gebeurd. Maar nu eerst even naar Marie om een tasje op te halen. En naar Anne-Monique, naar Amsterdam. Dan gaan we gezellig samen daar naartoe. Daar is ze hoor. Dat dacht ik, doe een capuchon op voor mijn haar. Ja. Hallo. Het zit al voor 5 meter. Nee. Ik heb net gewassen en dan zit het er knap. Ik heb ook nu net mijn clipper uitgehaald hoor. Ja, oh, die is natuurlijk ook mee. Ja, die is ook met het management. Wat gezellig. Ja. Kijk er helemaal gezellig uit. Ja. Sowieso heel mooi hier. Ja. Lekker eten. Dit is... Zo, ik heb net even een fotootje gemaakt hier. Voor het portfolio, helemaal leuk. Gewoon een persfotootje. En we hebben heerlijk gegeten. Zo jongens, ik heb niet heel veel kunnen vloggen daar. Want er werden natuurlijk ook elke keer soort van presentaties gegeven. En ja, niet iedereen wil op de vlog, denk ik. Dus dan durf ik ook niet zo snel dat ding te pakken. Maar goed, het was heel erg leuk. Oh, ik zie nu net iemand lopen die ik nog even gedag wilde zeggen. Maar ze ziet me niet. Oh, weet het? Het was hartstikke leuk. Ik heb leuk bijgekletst met Anne Monique. En Manon Kool zat naast me. Die had ik vorige keer een keer gezien, maar niet echt goed gesproken. En nu wel, dus het was hartstikke gezellig. En natuurlijk mijn lieve manager, Carmen. Die zat ook bij ons aan tafel. En Danny van Anne Monique ook eindelijk ontmoet. Ook super aardig. En het was gewoon hartstikke gezellig. Ik ben nu in Amsterdam, dus ik ga nu naar huis rijden. En ik denk even naar het nieuwe huis, even daar kijken hoe het eruit ziet. Want het is nu echt elk moment klaar beneden. Dus ik ben echt zo benieuwd, ik kan niet wachten.
Dus dat. En dan neem ik jullie nog wel eventjes mee naar het nieuwe huis. Maar het was hartstikke leuk. Ik heb ook nog even een foto, een persfoto kunnen maken, zoals jullie zagen. Dus dat is altijd handig, dat je gewoon even weer een mooie foto hebt van jezelf. En het was echt heerlijk en gezellig. Nou jongens, ik ben bij het huis. En ik zie dat ze een begin maken aan de lelijke schapenhekken die ze gaan neerzetten. Ik ben helemaal in shock. Ik word hier zo niet blij van. Ze gaan dus hier, omdat ze die plantjes nu niet kunnen planten omdat januari is, schapenhekken voor tijdelijk neerzetten. Nou, die ram ik er echt persoonlijk meteen uit zodra ik hier woon. En dan komt er hier echt meteen een andere schutting. Want ik vind het echt het lelijkste ever. Ik vind het echt heel erg. Ik heb hier echt wakker van gelegen. Ik ga even binnen verder vloggen. Ik ben in huis en kijk jongens. Ik zou even het licht aanzetten. En daarna weer filmen. Een update voor jullie. Ons bed staat. Kijk. En die bak gaat nog weg. Hier komt een hele mooie bank te staan. Van teddystof in dezelfde kleur als ons bed. Maar kijk hoe mooi. In het echt verdwijnt het bed nog veel meer in de wand dan op de vlog. Maar hoe prachtig is dit. Dus dit is Daanse werk. Die heeft hier opgeruimd van de week. Schoongemaakt, het bed opgemaakt. Echt helemaal top. En dit is dus een flinke update, vind ik. Ook de tv heeft hij erin gezet. Dus dit is... Ja, dit gaat snel. Dit is al bijna klaar. Nee, ik moet nog een mooie lamp ophangen. Er komen nog mooie nachtkasten met mooie lampen daarop. En hier komt dus nog een bank van teddystof te staan. Mega cool. Maar het is echt wel heel ver. We zouden al kunnen slapen. Voor de time being heeft Daan hier even een belderbedje gezet. Met een kast daarnaast. En dit is niet geverfd omdat we hier allemaal kasten op maat krijgen. Maar we dachten, we gaan natuurlijk naar een nieuw huis. En Bel moet natuurlijk ook wennen. Dus wij dachten van ja, we gaan eerst gewoon even Bel hier laten slapen bij ons om de hoek. Boven is haar kamer, is ook nog niet echt gezellig, is nog niet af. Is nog heel erg horig, er staat nog niet zoveel. En om haar dan meteen daar te laten slapen gaan wij niet doen. Dus we willen dat eerst even afmaken, gezellig maken. Donderdag komt er behang. Komt de behanger, die komt het behangen. En daarna wil ik het even, als ik hier echt woon, helemaal leuk gaan maken. Dus voorlopig gaat ze bij ons om het hoekje even slapen. Zodat ze dicht bij ons is en even kan wennen. En daarna ga ik met het hele ritueel beginnen om haar te laten wennen in haar eigen kamer. Nou, dit is nu mijn kledingkamer. Wat momenteel vol staat met spullen. Daan heeft ook al wasjes gedaan. Kijk, hier hebben we nu even momenteel een washok. Maar er staat ook wel wat verf en wat toepjes nog. Maar we kunnen gewoon wassen. Het ruikt hier overigens vet lekker. En dit is dus allemaal uitzoekwerk, jongens. Wat we moeten gaan doen als we hier gaan wonen. Dan moeten we dit gewoon allemaal gaan uitzoeken. Wat ik even aan jullie wilde laten zien zijn mijn nieuwe kaarsen. Dus dat ga ik nu even uitpakken. Want die wil ik echt heel graag even aan jullie laten zien. Het is van mijn zusjes voor mijn verjaardag kaarsen gekregen. Vorig jaar oktober. Voor het huis. Mooiste cadeau ever. Want zij kennen me natuurlijk heel goed. En als er iets is waar ik heel erg blij van word, dan zijn het bouwwapkaarsen. Die wil ik het liefst allemaal in elke kamer neerzetten. En geef ik ook wel vaak cadeau aan vrienden om mij heen. Ik had bijvoorbeeld ook zo'n kaars aan Jaren gegeven voor haar huis. Toen ze in ons oude huis ging wonen. En ook aan Christy toen ze 30 werd. Ik vind dat gewoon altijd super mooi. En ik moet even een betere lichtplek zoeken. Maar dit is dus nu de variant die ik heb uitgekozen voor ons huis. Ruikt overigens super lekker. En ik had eerst een andere serie van mijn zusjes gekregen. Maar dat was heel veel met zwart en wit. En dit is dus met crème en bruin. En uiteindelijk zijn mijn zusjes... Had ik het tegen mijn zus gezegd van... Vind het heel erg als ik ze toch omruil. Want deze passen mooi bij mijn huis. En die waren het uiteindelijk ook helemaal met me eens. Dus deze hele serie heb ik om beneden in de keuken neer te zetten. Oh my god. Dus alle maten. Alle vier. De allergrootste. Dit is de één na kleinste. Dus hierna heb ik nog twee grotere. Dit is toch mega mooi. Dus ja, ze kennen me nogmaals heel goed. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Love it. Love it. En toen ik dit ging ophalen gisteren bij Jasmijn. Ik ga deze even terug doen.
kwam ik dus ook. Ik zal even mijn grotere laten zien eerst. Dus het is allemaal voor beneden, maar daar kan ik nu nog iets neerzetten. Morgen pas. Dus volgende week komt er weer een huisupdate. Als het helemaal ingericht is beneden, hoe chill. Dit is de grotere. Oh, het ruikt alleen al lekker, jongens. Hoe mooi. Dit is niet wit, dit is een beetje een kleikleur. Ivoor kleikleur. En dit is mijn keukenkleur. En dit komt ook allemaal in mijn keukenblad weer voor. Dus ja, hier ben ik zo blij mee. En dan heb ik dus ook nog die hele grote. Dat is echt bizar hoe mooi dit is. Hoe mooi die spullen zijn. En die ga ik dus morgen allemaal mooi beneden neerzetten en inrichten. Ik kan niet wachten. En toen ik gisteren bij Jasmijn was, had ik dus ook een vaas gezien. Nou, die vond ik helemaal het einde. Ik ga hem even uitpakken. Deze. Deze is heel groot. En het lijkt misschien nu wel wat kleiner, maar hij is onwijs groot. En dit is de kleur van de keuken. En ik wil alles heel mooi rustig houden. Dus echt contra met ons vorige huis. En ik heb dus gekozen om dit soort takken erin te doen. Wel van zijde. Maar wel heel mooi rustig. En dat soort takken gaan er dus in. En die ga ik morgen op het kookeiland neerzetten. Dus die kaarsen komen in de muur van de keuken. En die grote vaas zet ik op het kookeiland. En morgen ben ik hier denk ik de hele dag. Neem ik wel lekker mee. En dan ga ik hier met mijn moeder. Gaat me helpen. Ga ik hier uitruimen. Maar ja, ik heb natuurlijk nog geen kasten. Die worden nog op maat gemaakt. Dus ik kan het ook nog niet echt goed opruimen. Dat is best wel moeilijk hoe je dat dan moet doen, weet je wel. Dus ik denk dat de komende week gewoon even uit dozen leven wordt. Maar de dingen die ik wel kan opruimen, ruim ik natuurlijk op. Een hele keuken kan ik inrichten. De badkamer heeft Daan al schoongemaakt en zo goed als ingericht. Maar kijk, dit is een heel groot verschil met vorige keren. Alleen deze moest nog even schoongemaakt worden. En daar moet nog ramenkleding komen, dus Daan heeft even een oude foto van ons neergezet. Wel heel leuk deze foto trouwens. Hier kennen we elkaar echt net. En ik ga hier ook weer zo'n mooie bouw op elkaar zetten. Want ik heb nog een hele grote van het oude huis met geel en crème. Ik heb ook nog gele Versace handdoeken, die komen hier. En met crème handdoeken. Ik heb hele mooie nieuwe handdoeken bij de Zara Home gekocht. En die zie je hier. Dus ik ga ze allemaal mooi oprollen. De hele badkamer ga ik aanpakken. Mooi versieren, decoreren. Dit heeft Daan al lekker voor me neergelegd. Ik heb namelijk heel veel spullen die allemaal de badkamer in moeten. Kijk, en hier word ik allergisch. Hier ben ik allergisch voor. Dus die gaan meteen weg. Maar de badkamer wordt dus ook nog mooi. Er komt een mooie palmplant. Mooie kaarsen, mooie handdoeken. En eigenlijk wil ik dus ook nog... Ja, een soort van iets laten maken waar ik dan al die handdoeken mooi kan neerleggen. Of, ja, want ik wil allemaal rolletjes maken en nou ja, ik ga wel even kijken. Maar de badkamer is in ieder geval weer veel schoner als eerst. Want die was echt heel erg vies. En ja, dus eigenlijk kunnen we bijna gaan wonen. En dan, alleen dan wel met troep. En om even terug te komen op die hele lelijke hekken die ze nu aan het plaatsen zijn... Ja, dat is gewoon onmacht. Kijk, sommigen zullen denken, Jezus, wat ben jij een zeur of wat ben jij aan het zeuren? Maar ik vind het gewoon ja, zo'n lelijk hek. Lelijker bestaat gewoon niet dan zo'n schapenhek, vind ik. Hè? Dus als jullie dat mooi vinden, helemaal prima. Iedereen zijn eigen mening. Hè? Maar ja, ik vind het gewoon echt niet mooi. Heb je zo'n mooi huis en er wordt er zo'n lelijk hekwerk geplaatst. En die mag gelukkig wel weer weg. Maar ze hadden dus geen mooi weer genoeg om nu die plantjes of die bosjes te plaatsen. Want ik heb het huis gekocht op een foto met dat er bosjes omheen staan. En die bosjes komen ook nog. Alleen eerst deze hekken en dan mag je die hekken weer weghalen ofzo. Nou ja, goed. Ik zie dat mijn camera bijna leeg is, dus ik ga afsluiten. Ik heb jullie weer heel even een kleine update gegeven. En ja, helaas komen die lelijke hekken er dus wel te staan. Maar ik ga ze weer weghalen, net als de schuur. Het wordt allemaal anders in onze tuin. Alleen, ik moet er dus nu even doorheen kijken. Ah joh. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Ik kom volgende week met een nieuwe huisupdate. En ik ga morgen voor jullie vloggen hoe mijn moeder en ik alles hier mooi aan gaan pakken en gaan inrichten.
Ja, dus ik denk dat het volgende week een hele leuke vlog voor jullie wordt. En dat jullie deze ook leuk vonden, laat het weten in de comments. En ik zie jullie volgende week. Ik weet even niet meer wat ik moet zeggen. Ik ben gewoon afgeleid door die lelijke hekken die ze aan het plaatsen zijn. Ik kan daar echt heel slecht tegen. Maar goed, dat komt allemaal goed. Dat gaan we allemaal op fixen. En als ik ze niet mag weghalen, dan bouw ik er een hek omheen. Dus dat komt helemaal goed. Wij gaan hier over 2 dagen, 3 dagen denk ik slapen. Dus als ik jullie volgende week weer zie, dan woon ik hier. En het voelt heel onwerkelijk na 2 jaar. Maar ik ben er wel heel erg aan toe. En hoe mooi is het. Dus ik wil ook zeker niet klagen over die hekken. Want we mogen blij zijn dat we dit inderdaad, dat we hier überhaupt mogen wonen. En dat het allemaal zo goed gaat. Dus tot volgende week.